Welkom bij Trendwatcher TV. Het is vandaag woensdag 1 april 2020. En hoewel we allemaal vanmorgen diep in ons hart hoopten wakker te worden met het idee dat het misschien één hele grote grap was, is het dat niet. Sterker nog, gisteren heeft premier Rutte laten weten dat alle maatregelen in verband met de corona verlengd gaan worden. En dat dus ook de scholen langer gesloten zullen blijven en er langer thuisonderwijs gegeven zal worden via de digitale mogelijkheden. Heel veel scholen hebben daarvoor om moeten schakelen de afgelopen weken. Er is een heleboel bereikt, maar er moet toch ook nog een heleboel gebeuren, zeker nu het langer gaat duren. Ik spreek daar vandaag over met Suzanne Eunk. Zij is strategisch onderwijsadviseur, loopt al heel lang mee bij de PO-raad allerlei initiatieven gedaan. Ze heeft bij het onderwijs allerlei adviezen gegeven. Ze heeft allerlei technieken, ideeën, et cetera. Gaan we het straks allemaal over hebben. Maar om te beginnen, welkom Suzanne. Wat ontzettend fijn dat je aan wil schuiven hier vandaag. Ja, de maatregelen zijn verlengd gisteren. Wat vind je daarvan? Ja, terecht. En ik denk dat iedereen het onderwijs de gezondheid belangrijker vindt dan andere dingen. Het is 4 weken, hè? Dus het is ook even zoeken naar van ja, en wat dan daarna? En hoe ga je die 4 weken dan nu... Ja, want had je graag gewild dat het langer was geweest? Dat ze gewoon hadden gezegd van nou, hupsakee, tot de zomer alles dicht? Ja, wat je ziet is dat als de tijd heel kort is, dat er de neiging bestaat om door te rennen en weer nieuwe dingen te gaan kopiëren en uitdelen aan de ouders. Ik heb zelf wel het idee, als scholen iets meer langetermijnperspectief innemen, dus bijvoorbeeld hoe gaan we nou tot de zomer ons onderwijs invullen, dat dan ook meer noodzaakt om echt na te denken over onderwijskeuzes die je dan moet maken. Ja, want jij bent iemand die ontzettend hamert eigenlijk op de kwaliteit van onderwijs, hè? Nou, is natuurlijk logisch, we moeten eerst zorgen dat iedereen een laptop heeft. Dat is punt 1. Leerlingen moeten een laptop hebben. Daar zit al in sommige gezinnen echt een probleem. Die hebben of geen laptop, of ja, één laptop met meerdere kinderen. Dat is niet handig als ze tegelijkertijd les digitaal gaan krijgen. Maar jij zegt, er speelt veel meer dan alleen die laptop. Die laptop is gewoon een eerste vereiste, maar dan begint het pas. Ja, wat we hebben gezien is dat er natuurlijk noodoplossingen gekomen zijn, heel snel ook. En het onderwijs heeft echt laten zien hoe snel ze in staat zijn te schakelen. En inderdaad leerlingen te voorzien van allerlei laptops, maar ook van materiaal. Dus die noodoplossingsfase, dat is denk ik wat de eerste stap was. En nu moeten we door. En hoe gaan we dat doen? Ja, want wat komt daarbij kijken? Als je thuis achter zo'n laptop zit, heb je natuurlijk wifi nodig. Je hebt een ruimte nodig waar je stil kan zitten als leerling. Dat is natuurlijk al niet in ieder huis zo. Je hebt ouders nodig die je misschien een beetje op weg helpen, afhankelijk van je leeftijd en je eigen digivaardigheid. Ja. Dus dat zijn allemaal een soort basisvereisten überhaupt om deel te kunnen nemen. En dan kijk je aan de andere kant van wat kan een docent dan bieden. Geef jij daar veel adviezen over? Ja, heel veel. Ik werk veel voor schoolbesturen en scholen. En wat je ziet is inderdaad dat geredeneerd wordt vanuit de leerstof of wat de school nodig vindt. En je zou ook andersom kunnen redeneren. We zitten in een bijzondere situatie die ook voor iedereen zorgt voor een enorme aardbeving als het ware. Alles is anders. Ouders werken thuis, kinderen zijn thuis, er is meer stress vanwege gezondheid of vanwege een werksituatie. Dus je moet eigenlijk dat als startpunt nemen. Wat heeft deze leerling nou nodig? En als je dat doet, dan zie je ook dat je andere keuzes gaat maken. Bijvoorbeeld niet alleen maar dezelfde pakketten voor alle leerlingen. Hè, want naast de digitale middelen zie je ook dat er heel veel gekopieerd wordt uit werkboeken, dat soort dingen. Maar ook nadenken over wat hebben zorgleerlingen bijvoorbeeld nodig? Of juist leerlingen die wat extra uitdagingen altijd krijgen. Of leerlingen die nog eigenlijk heel zorgwekkend in een thuissituatie zitten die niet veilig is of die niet bijdraagt aan het welzijn of het leren van leerlingen. En dat soort vragen moeten we ons echt gaan stellen. Hoe gaan we om met toetsen? Wat gaan we nog laten leren dit schooljaar? Waar focussen we op? Wie bepaalt dat? Kan je dat als docent redelijk zelf invullen? Of is er echt een schoolbestuurder die zegt van om te beginnen wil ik dat je of Skype of Zoom of wat dan ook gebruikt. En vervolgens wil ik dat je het zus of zo aanpakt. Of mag je dat helemaal zelf? Nou ja, ik werk veel in het basisonderwijs. Hè. Daar zie je dat de schoolleider of de directeur is natuurlijk verantwoordelijk voor het onderwijs in de school. Je ziet dat nu heel veel samengewerkt wordt in teams op scholen. Idealiter maak je school breed een aantal afspraken. Die gaan bijvoorbeeld ook over privacy issues. Hè. Jij noemt Zoom. Ja. Nou, we weten inmiddels dat privacy niet de beste optie is. Bovendien hebben veel scholen hun eigen platform, via Microsoft of Google bijvoorbeeld. Maar dat moet dan wel ingeregeld worden. Nou, dat kun je school breed doen.
Maar alle groepen, hè, groep 1 is natuurlijk anders dan groep 8. Dus je gaat ook leraren ruimte geven om zelf na te denken over welke didactische keuzes maak je, welke leerstof wil je aanbieden. Kies je een focus, hè? Zeg je bijvoorbeeld, we doen alleen maar herhaling en lezen en creatieve opdrachten. Of moeten ze alles doen, net als anders? Dat zijn ook keuzes die je en schoolbreed en per leerjaar moet maken. Want jij zegt, je moet niet hebben dat je gewoon het leerboek kopieert en online gooit. Waarom niet? Nou ja, dat is nu gebeurd voor de noodoplossingen. Ik denk alleen dat als de situatie, de context verandert, dat je ook je didactiek moet aanpassen. Ons onderwijssysteem is gebaseerd op groepsleren. Een groep van 25, 30 leerlingen, die zitten bij elkaar in een klas. En daar heb je dan een leerkracht voor staan. Daar is de didactiek op afgestemd. Maar dat kun je niet zomaar kopiëren. Als je een thuissituatie hebt met één leerling, met een ongekwalificeerde begeleider, namelijk de ouder, en je zelf niet de mogelijkheid hebt om als leerkracht direct te interveneren, en leerlingen niet met elkaar in groepjes samen kunnen werken. Dat is een andere situatie. Dat vraagt om een andere aanpak. Oké, helder. Zijn er al heel veel aanpakken voor, of moet iedereen opnieuw dat wiel uit gaan vinden? Nou ja, je ziet nu eigenlijk dat na die eerste fase van noodoplossingen, directeuren en leraren gaan nadenken over, ja, hoe gaan we nou verder? Er komen ook wel vragen bijvoorbeeld vanuit ouders die zeggen, ja, jullie geven veel te veel mee, dat weet ik allemaal niet. Of ouders die juist zeggen, doe eens wat uitdagend, want na anderhalf uur verveelt hij zich dood. Er ontstaan allerlei vragen op dit moment die eigenlijk belangrijk zijn om per school op te lossen, maar daar kun je ook landelijk overkoepelend oplossingen voor ontwikkelen. En dat gebeurt ook. Je ziet bijvoorbeeld dat Kennisnet lesopafstand.nl heeft gemaakt. Een heel mooi generieke website met allerlei informatie over het maken van goede keuzes. En ik zelf heb een stappenplan ontwikkeld wat ik gratis aanbied aan scholen. Omdat ik het belangrijk vind om nu kennis te delen om die scholen goed te kunnen helpen. Waar scholen met elkaar stappen kunnen zetten om te komen tot goede antwoorden op al die vraagstukken. En waar vinden wij dat stappenplan? Je kan het opvragen door me te mailen. Ik heb een poster van het stappenplan. Ik laat het even zien. Heel goed, heel goed. Kun je hem even iets beter voor de camera rustig houden, dat we even goed kunnen kijken of we dat een beetje kunnen ontcijferen. Oké, helder. En die kunnen we dus ook, dat stappenplan aan zich, opvragen door jou te mailen via... Ja, die poster staat op mijn LinkedIn-profiel. Dus die kun je gewoon sowieso downloaden. En contact @suzanneunk.nl is mijn mailadres. En dan stuur ik je het stappenplan toe. Helemaal helder. Heb jij zelf nog een voorkeur voor een bepaald platform? Want je zegt van dat is nou... Want zei het al, hè? Premier Rutte had gisteren over we zoomen elkaar allemaal. Ja. Ik had Skype inmiddels vervangen voor Zoom. Skype was natuurlijk heel lang eigenlijk de standaard. Toen werd het Zoom. Nou, Zoom ligt onder vuur omdat het niet veilig zou zijn. En met de hele AVG is dat niet wenselijk, niet handig. Wat zeg jij is een goed platform? Nou, op zich kun je ervan uitgaan dat als je betaalt voor een platform, je meer bescherming hebt dan wanneer het een gratis platform is. Want dan moeten ze namelijk op een andere manier geld verdienen en dat doen ze door je gegevens door te verkopen. Dus een betaalde variant, bijvoorbeeld zo'n Google for Education of een Microsoft platform vanuit je bestuur, vanuit je school, biedt meer bescherming, goede bescherming tegen privacy issues. Verder zijn er ook wat andere alternatieve platforms die je wel kan gebruiken die... Dat noem je open source zijn, hè? Dus die worden gezamenlijk ontwikkeld zonder tussenkomst van derde partijen. Dat is bijvoorbeeld Jitsi. En dat kun je via dan weer een ander platform kun je dat dan gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld vc4all.nl. Dus vc en dan een viertje en dan all.nl. Dat wordt ook gehost door partijen die geen andere marketing advertentiebelangen hebben. En daar kun je dus goed gebruik van maken. Okay. En dat zijn een beetje de opties. Maar voor het onderwijs zie je dat eigenlijk nu, afgelopen jaren, dat al wel vrij goed in de stijgers is gezet. En dat dat nu intensief wordt gebruikt. Oké, want ik zag op Twitter ook allerlei tips rondgaan van materiaal wat je mag gebruiken. Want dat is natuurlijk een hoop materiaal wat ontzettend leuk is, maar niet copyright-free is. Hè? Dat je als docent nog weer uit moet gaan kijken dat je niet iets gebruikt wat niet mag of waar je boete over kan krijgen. Ja, of wat niet voldoet aan die privacy issues. Maar als je bijvoorbeeld op wikiwijs.nl kijkt, dat is een open platform voor het maken en delen van leermaterialen. Dan kun je eigenlijk heel veel dingen vinden. Maar je ziet ook nu heel veel YouTube-kanalen ontstaan. Of bijvoorbeeld Lessonup, dat is ook een platform. Via ProWise.
Je ziet ook dat heel veel aanbieders van leermiddelen nu hun materiaal gratis ter beschikking stellen. In het basisonderwijs heb je basispoort, dat is zeg maar de portal voor leermateriaal. Daar kun je heel veel vinden, maar dat weten scholen inmiddels allemaal wel. Dat gratis aanbieden, dat gaat inderdaad hard. Hè? Ik heb zelf hier ook 4 kinderen en er zijn ineens licenties allemaal gratis, dat ze kunnen inloggen op de lessen en meedoen met het materiaal en etcetera. Heb jij zelf nog hele gave initiatieven dat je zegt, dat vind ik zo'n originele manier of van een docent een originele manier om de leerlingen te bereiken of erbij te betrekken of te verwerken of wat dan ook? Ja, is wel leuk. Ik werk voor een schoolbestuur in Soest en Baren. En 2 leerkrachten van 2 verschillende scholen, die hebben een videokanaal op YouTube. Dat heet Geflipt, met een vraagteken, uitroepteken. Dat hebben ze al een tijdje, maar nu bieden ze elke dag filmpjes aan die een mooie start en een mooie onderbreking van je vaste rooster op een dag kunnen zijn voor basisschoolleerlingen. Dus dan heb je een soort startmoment, een gezamenlijke start en dan een pauzemoment. En dan kun je steeds dat soort filmpjes aanzetten om even iets leuks te hebben als afwisseling in je lesdag. Online. Dat is toch wel leuk. Ja, ik heb zelf nichtjes en neefjes die kregen als opdracht mee om expectations versus reality te maken van het thuisonderwijs. Dus dan, oh, wauw. Om 8 uur opstaan, bij de les aanwezig zijn, wordt om 11 uur slaperig wakker worden en de camera aan. Ja, dat soort dingen inderdaad. Dat is toch wel heel mooi. Want dat vraag ik me ook af. Als docent ben je natuurlijk in dienst, of is het je bedoeling dat je de kinderen lesstof bijbrengt. Maar in deze hele moeilijke tijden, waarin er ook thuis, wat jij al aangaf, spanningen zijn. Er zijn natuurlijk gezinnen waar dat echt heel hoog oploopt. Ja. Je bent een halve psychiater ook, denk ik. Ik hoor al verhalen van docenten die huilende leerlingen aan de lijn krijgen. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Want je kan niet 3 uur met een leerling een soort psychische hulp gaan geven. Nee, en weet je, wat je nu ziet, is dat eigenlijk de taak van de leerkracht altijd al is. Hè? Want leerlingen komen ook huilend op school of zonder sokken aan of zonder ontbijt. Vooral in de grote steden zie je echt hele schrijnende situaties. Ik heb zelf ook voor de klas gestaan in zo'n wijk. Nou, dat is heel heftig. Dus dat gebeurt nu ook. Wat je nu ziet is dat aan de ene kant lijkt je meer grip te verliezen op die leerlingen. Aan de andere kant zie je nu wel meer, bijvoorbeeld doordat je ze niet ziet. Hè, dus het is een beter signaal als je nu echt geen contact kan krijgen met leerlingen, dat er dus iets aan de hand is. Wat je ook ziet is dat, je ziet nu mijn achtergrond, maar dat ziet de leerkracht ook van leerlingen. Die kan zien dat een leerling inderdaad soms letterlijk in een kast zit met zijn laptopje of met zijn iPhone om onderwijs te krijgen. En die kan dat ook als een signaal oppakken. Kan je daar wat mee doen? Is er een backup voor docenten die zelf in de knoop zitten of hulp willen roepen? Is dat goed geregeld? Ja, zeker. Via de gemeente, via jeugdzorg. Het zijn vaak ook gezinnen die al bekend zijn bij de instanties. Ik zag gisteren dat er twee juffen van groep 1 en groep 2, die hebben gewoon een rondje door de wijk gemaakt en die zijn op bezoek gegaan op 1,5 meter afstand bij al hun leerlingen als verrassing. Hè. Dus die hebben aangebeld, een paar stappen naar achter en even gezwaaid naar hun kleuters. Nou ja, dat soort dingen zie je nu ook ontstaan. Dus leraren doen allerlei moeite, zoeken allerlei manieren om toch contact te hebben met die leerlingen, ook juist die zorgleerlingen. Ja, helemaal helder. En dan kijk ik naar jouzelf. Jij bent extra druk in deze periode met allerlei advieswerkzaamheden, neem ik aan. De hele omschakeling. Ja. Wat is jouw grootste werk? Ja, dat klopt. Het is druk, maar het is... Ja. Het is druk, maar het is ook heel noodzakelijk, denk ik, om iedereen, ik wil ook iedereen oproepen die kennis heeft over het onderwijs, die kan ondersteunen, die kan helpen, om ook die kennis in te zetten. Je hoeft dat echt niet gratis te doen altijd, hè, want wij moeten ook onze boterham verdienen. Maar er zijn dingen die je nu kan delen, die je toch al hebt liggen, of die je weet vanuit het werk wat je doet. Dus alles wat je kan delen, doe dat vooral. We moeten echt dit samen gaan doen. Wat is het beste platform? Want ik hoor die al een heleboel platforms noemen, hè? Van YouTube, DigiWijs, weet ik wat allemaal. Wat is nou het beste platform als ik dingen heb, of ideeën, of initiatieven, of materiaal, om naartoe te gaan? Nou ja, lesopafstand.nl is het platform van Kennisnet. Als je echt iets te bieden hebt als adviseur, neem contact met ze op en vraag of je daar je informatie kwijt kan. Dat weten scholen ook te vinden. En misschien heb je een eigen website of een eigen platform wat je weer kan delen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Of misschien kun je aansluiten bij wat er op andere plekken gebeurt. Het geeft niet als het verschillende platforms zijn. Ik denk zelfs, je kan het niet op één plek kwijt. En je moet ook zelf iets kiezen wat bij je past en waar je oké bij voelt. Oké. Maar misschien dan wel weer een platform waar alle platforms verzameld zijn.
Ja, les op afstand is dat op dit moment. Wat een ander interessant initiatief is, is de Alliantie Afstandsonderwijs.nl. Dat is eigenlijk een groep van landelijke organisaties die hebben gezegd, wij willen het onderwijs ondersteunen en dat kunnen we het beste doen door met elkaar samen te werken, want er komen allerlei complexe vragen naar boven. Dus ze hebben de handen in elkaar geslagen. Dat zijn bijvoorbeeld de onderwijsadviseurs, maar ook een aantal educatieve uitgevers. En die zijn nu bezig om echt met elkaar te zeggen welke oplossingen kunnen wij gezamenlijk bieden voor het onderwijs. Oké, mooi. Ja, er ontstaan wel hele mooie dingen nu, hè? Ja, zeker. Dus echt, ja. Denk jij in de toekomst kijkend, of het al dan niet tot de zomervakantie duurt, kinderen die overgaan, die er de groep 8 musical missen, natuurlijk alle drama's van dien. Ja. Maar we gaan in september weer van start, hopen we gewoon allemaal weer fysiek naar school. Is er al een hoop veranderd of verandert het als een gek weer terug? Nou, ik denk sowieso dat het een probleem wordt, want je zult zien dat de verschillen tussen kinderen groter zijn geworden. Bovendien zit je ook met de groepsvorming, hè. Kinderen hebben dingen meegemaakt, misschien je moet aandacht besteden aan de sociaal-emotionele kanten. Maar je moet dus ook omzien te gaan met die verschillen in leerprestaties op dat moment. Hè, dus werk je alleen maar volgens één boek en iedereen ongeveer hetzelfde, ja, dan wordt het toch ingewikkeld. Dus ik hoop dat we gaan zien dat we iets meer gepersonaliseerd onderwijs zullen krijgen. Dat we ook leren van deze periode, bijvoorbeeld rondom de lerarentekorten, die natuurlijk nog steeds zo zullen zijn straks. En hoe kunnen we nou beter video inzetten, beter ICT inzetten, om het werk van leraren te verlichten of om dingen anders te organiseren. Dus het hangt heel erg af van hoe scholen in deze periode omgaan met deze situatie. Of we structurele oplossingen kunnen ontwikkelen voor als de situatie straks weer verandert. En als ik nou mijn kind op een school moet gaan doen, hè, ik heb een jong kind en ik moet kiezen. Kan ik dan nu iets kiezen aan de hand van hoe ze gedigitaliseerd zijn? Want je zegt zelf, hè, hoe scholen ermee omgaan nu, dat zegt iets over hoe ze straks ook er verder mee omgaan. Ja, een soort kwaliteitsstempel. Ja, je hebt sowieso natuurlijk scholenopdekaart.nl, waar je zelf kan kijken van welk verhaal hebben scholen en hoe klinkt dat, hè? Hoe denken ze na over dingen. Maar zeker ga in gesprek met directeuren of met leraren en vraag hoe ze het nu organiseren. Hoe ze het contact tussen leraren en leerlingen hebben georganiseerd. Hoe ze bijvoorbeeld omgaan met leerlingen die extra aandacht nodig hebben of die juist sneller gaan dan de leerstof. Hoe ze hun onderwijskwaliteit garanderen, ook in deze periode. En dat zijn wel vragen waar scholen antwoorden op moeten hebben. Ja, helder. Ja. Nog even kijken naar die zomervakantie die toch langzamerhand al in beeld komt. Hè? Zeker als je ziet hoe lang de maatregelen zijn uitgesteld. Stel dat die verlenging nog iets langer duurt zelfs. Idealiter zien we natuurlijk dat iedereen weer naar school gaat straks nog vlak voor de zomervakantie. Alhoewel ik niet weet of dat nou echt ideaal is, maar daarover een andere keer meer misschien. Zeg jij, het is handig om in de zomervakantie door te werken? Om achterstanden bij te werken. Want daar hoor je nu een heleboel mensen. Van we slaan de meivakantie over. En dan gaan we in de zomervakantie gaan we nog weer dingen inhalen. Of achterstanden inlopen. Ik denk dat dat echt maatwerk moet zijn. Ik denk dat je echt moet kijken. Op het moment dat het zomer is. Of tegen de zomer. Dat je moet kunnen zien waar leerlingen staan. Dus dat je nu ook al moet organiseren. Hoe je zicht op je voortgang van je leerlingen houdt. Dat je op dat moment ook kan kijken en kan constateren, hebben leerlingen de leerdoelen gehaald voor dit schooljaar of niet? En dat je op basis daarvan kan kijken, wat kunnen we voor deze leerlingen, voor wie dat dus niet het geval is, in de zomer organiseren, zodat we ze eigenlijk een beetje bijspijkeren. Ik hoor ook al summer schools bijvoorbeeld. Dat kan ook op een hele leuke, aantrekkelijke manier. Dus je hoeft ze echt niet elke dag in de klas te zetten dan. Maar je kan ook dingen organiseren als we weer naar buiten mogen, en met z'n allen bij elkaar mogen zijn. Voor kinderen om op een speelse, aantrekkelijke, leuke manier ze bijvoorbeeld extra te laten lezen of bezig te laten zijn met de leerstof. Want dat zijn gewoon dingen. Maar je zegt, je moet natuurlijk de voortgang van de leerlingen in de gaten houden. Nou, is toetsen online ontzettend moeilijk. Als je mij nu zo'n kaart geeft met Nederland, met van die nummertjes mooi overal, dan heb ik hier naast mijn telefoon liggen met Google Earth of wat dan ook, Maps. En dan weet ik waar Hengelo en Zoetermeer liggen, bij wijze van spreken. Ja. Hoe ondervangen ze dat met toetsen, weet je dat? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is een heel belangrijk vraagstuk. En echt, dat is echt een moeilijk vraagstuk. En ook dat betekent dus ook dat je de manier van toetsen moet aanpassen aan deze nieuwe situatie. Er zijn bijvoorbeeld scholen die werken met een digitaal portfolio. Dat deden ze al.
waarin leerlingen de dingen die ze maken of die ze zeg maar kunnen laten zien en daarop ook reflecteren. En dan maken ze bijvoorbeeld een foto van een onderzoekje wat ze hebben gedaan en dan vertellen ze daarbij wat ze hebben gedaan en hoe ze dat hebben gedaan. Dat zijn alternatieve vormen van toetsen, waardoor je als leerkracht wel kan constateren, snapt die leerling het nou of niet? Ja. Dat is iets anders dan een multiple choice rekentoets. Ja. Dat is lastig op dit moment. Het kan wel, maar het heeft ook te maken met vertrouwen. Ja. Wat je ook ziet, wat je beter nu kan doen, is formatief toetsen. Dat betekent dat je eerst, voordat je met de leerstof begint, kijkt waar de leerling staat. En dat je wat hij nog niet kan of nog niet weet, dat je dat gaat aanbieden. Dus veel meer ook op maat dat onderwijs aanbieden. Ja. Ik denk dat dat slimme manieren zijn, alternatieve manieren om te toetsen. Dat we een beetje af moeten van die toetscultuur. Hebben we eindelijk de kans voor nu? Dat ben ik helemaal eens. Maar ik heb me er wel over verbaasd. Ik heb zelf natuurlijk ook vier kinderen in huis. Eentje op de middelbare school. En dat zijn dan, wat jij al zegt, ABCD, multiple choice toetsen. En ja, dan ligt natuurlijk gewoon de app open met de andere kinderen uit de klas. En dan wordt even overlegd of vraag 5A of vraag 5B moet zijn. Maar ik denk, het moet toch technisch, maar dat is dan weer mijn technische achtergrond, zo makkelijk zijn om iedere leerling dezelfde toets met dezelfde antwoorden, maar helemaal gehusteld te geven. Dat je dus niet kan zeggen, nou, antwoord 5 moet B zijn of zo. Ja, dat kan ook wel. Je ziet ook dat de methodes die software erbij hebben, dat die dat ook wel doen, hè? Ja. Ik weet niet of je Snapit kent, maar Snapit biedt allerlei oefenvormen voor rekenen en taal. Die zijn adaptief, dus die passen zich automatisch aan het niveau van de leerling. Waardoor je als leerkracht precies kan zien waar die leerling staat en hoe ver die is. Dus het is juist slimmer om dat meer te integreren in de leerstof en in dit soort systemen, dan om het apart als een soort toets neer te zetten. Want dan krijg je een soort afkijkneigingen van leerlingen. Het doel is dat je als leerkracht ziet waar de leerling staat. Dat is het doel. En hoe ga je dat nu in deze situatie organiseren? Dat is de vraag. Helder, helemaal helder. Suzanne, ontzettend bedankt voor al je informatie, je input, je gedachten. Nog één keer heel goed waar mensen zich kunnen melden als ze jouw stappenplan willen krijgen of als ze contact met jou willen. Dat is contact@suzanneunk.nl. Klopt, hè? Suzanne is met S-U-Z en Unk met C-K. Ja, dus voor de mensen thuis haal ik het nog even heel duidelijk. contact@suzanneunk.nl. Suzanneunk.nl. Nou, als je nu nog niet kunnen vinden, dan verdienen ze het niet. Ontzettend bedankt voor je bijdrage en we spreken elkaar vast gauw weer. Heel veel succes de komende tijd. Dankjewel.